Jeannette van Oorworp. Jeannette, gefeliciteerd. En wie zien we daar nog verder aankomen? Dat is Mark Hoek. Voorzichtig voor de kleine. Voorzichtig, je oud zoeklauw. Nou, die staat met dochter Lief in de tijd van 5:43.5 heel even over de meet. Van hartstikke gefeliciteerd. Oh, er komt nog een zoontje. Oh, zo Lief wil er ook nog over. Maar loop even naar papa hoor, geen probleem. Loop maar verder. Loop lekker door. Lekker op zand. Er zou toch even kanten veel. Ben je nou in ieder geval heel veel, hè? Ja, ja. Gaan we de sponsoren van de dag, Evines. Waterschap Schelderstromen, de Radebank, de provincie Zeeland en de gouverneur van Zeeland. Dat daar. Kijk. Hans Stutvoet komt eraan. Knap Hans. Nee, sorry, Arnoud Schout is het. Arnoud. Arnoud, sorry. Wel echt weer de oudste deel hebben, Arnoud. Knap met de man. Gefeliciteerd, Arnoud. Jo, bijna een thuiswedstrijd, want we gaan even met Arnoud meelopen, want dat vond ik toch wel eventjes. Kijk, en hier komt Hans Stutvoet aan. Hans, gefeliciteerd. Dan kijken we naar... Arnoud, hoeveel deelname was het hier? Ik denk het niet. En Arnoud, ik denk dat hij iets ouder bij mij zit. Goeie jongen, boven jou. Nee, maat, 77 jaar, jongen. En hoe bevalt maar zo'n marathon? Dat gaat nog even van de leeftijd iets. Afgezien. En nu? En zien we je volgend jaar weer terug? We zien. Worden beslissen. Vandaag niet, hè? Gezond blijven houden ook. En volgend jaar zien we graag hier weer terug. Voor die kustmarathon Zeeland. En ik kan u vertellen, dat zal het eerste weekend van oktober worden. Dan verwachten we jullie weer allemaal terug. Maar gaan we niet weg. Want we hebben nog een stief kwartiertje. Om die dappere gouden binnen te halen. En dan gaan we zien hoor, 2:43, Mathieu. Wij zijn hier voor 2:43 Geert van Stralen finishen. Kijk, en hier komen ze met z'n drieën. Speciaal. En we gaan kijken wie komen er hier gebroedelijk naast elkaar binnen. Met 22:61. Katja Leroy, Aldo Leroy en ik mis iemand. De Belgische selectie. Ja, de Belgische voetbalselectie. Open armen worden ze hier ook ontvangen. Onze sympathieke zijdeburen hier vandaag. Met Tietje Broekaart, de derde mooie plek. 162. Hans van Balen. Goed zo, Hans. Je gaat hem binnenhalen. Het was een zware. Maar goed, dat maakt niet uit. Je hebt hem binnen. Rosie Jan. Goed zo, Rosie. We zijn nog niet weg, hè? Een gevonden voorwerp, en niet onbelangrijk in deze tijd, een Rabo-wereldpas, pinpas van Rabobank, op naam van C.M. Voortvliet. Als je je paspoort of je bewijs meeneemt en je heet C.M. Voortvliet, je kan je identificeren, dan kan je deze pinpas meekrijgen, te verkrijgen hier bij de bus van Sanderobi. C.M. Voortvliet. En we kijken wie er die langs staat in. En wat zien wij daar aankomen? Iemand met het bosnummer 718, Erik Sinken. En het lijkt wel Villa Gladiola. Erik, die is 2 meter, die krijgt iemand wat 2 meter lang. Goed, Erik. Oh, en we kijken nu naar 56, Cor de Weert. Gaat ook finishen. Gefeliciteerd, Cor. Frank van der Wielen. Gaat ook finishen. Gefeliciteerd, Frank. Nog een stukje, Frank, je bent er nog niet. Open de matjes. 1485. Dat was het aantal dat vanmorgen in Burg vertrok. En ruim 1400 hebben we inmiddels binnen. En dat waren sneller en minder sneller. Dat het zijn allemaal kanjes. Allemaal
voorbereiding gedraaid, met eigen ballen gesteld. Dat allemaal gaan ze hier nog ontvangen. Diegenen die nog bovenaan aan het strijden zijn. Kijk, ik denk maar aan,
Zijn er nog mensen die het zodanig georganiseerd hebben dat ze niet met de auto teruggaan of dat we door gaan schenen? Dan hebben we nog een tweetal passagiers van lichters. Dus gevraagd mensen die nog met de auto naar Burg Haamsteden gaan om zich even bij de bus van de TZC te melden. Ook vragen we te melden de bezitter van de Rabopas, de naam van C.M. Voortvliet. Dat die zegt, meld naar bij de Sandrobi-bus. Kom binnen. Helma Hommel, net voor de buiten. Hoe kan je het zo passen? Nog 5 minuutjes. En dat betekent dat in de verte zien we nog een leuke zaak komen. En die gaan we dan nog net redden. Die 6 uur. Oké, we gaan verder. We hebben weer verbinding. Ik ga mijn parapluutje pakken. Ja, op de avond. Die zullen we nodig hebben, want we gaan de laatste zo binnenhalen. Hoppakee. Mathieu, alles onder controle. Ja, Veronique van Gils komt binnen. Kijk hierboven, dan loopt de man, hè? Die loopt met die vlaggen. En die man heeft nog een kleine 5 minuten. Dat wordt denk ik de man waarop we ons moeten focussen. En het blijft droog. Nog 6 minuten blijft het droog. Ja hoor. Dus blijft er allemaal gezellig blij. En we gaan natuurlijk ook de laatste lopers, die gaan onder een oorverdovend applaus, gaan die hier die finishboog doen, laten overschrijden. Nog 3,5 minuut. Ja. 3,45. En dan wordt het spannend voor die meneer, het rood daarboven. Het zou natuurlijk wel een mooie rode lantaarn zijn. Kijk, die mannen die hebben het mooi gepast. Ook zij komen nog bij binnen. En wie zien we daar binnenkomen? Mens. Kilian. 3,43. Ik krijg hem niet binnen hier meer. Kian en Marcel. Kian van der Ent en Marcel Krieke. Jawel. Komen als een van de laatste hier binnen en we kijken boven aan de dijk. En we zien er nog iemand in een oranje-rood shirt voorbij komen. En ik kijk op de klok, Theo, en ik zie 5,57. Dus, dat is nog 400 en een beetje meters. Dat wordt spannend. Dat zal krap zijn. En dat wordt voor ons moeilijk om in te schatten wie hier de rode lantaarn gaat krijgen. Maar we gaan ons best doen. En ik wil natuurlijk wel een beetje enthousiasme voor de laatste die we binnen gaan halen, Theo. Dus, Nou, iedereen hier bij Café Royale, de fietsen zitten nog wel door op het gras te wachten. Die gaan straks allemaal opstaan, maar die gaan de laatste lopers, die gaan ze helemaal op. Kijk, en bovenop zien die van de laatste fietsen. Die heeft zijn netje van gisteravond nog opgezet. Die gaat die laatste loper begeleiden. Wat gaat hij dan binnen die 6 uur fietsen? Want dat is natuurlijk hier de grens, dat is de drempel. En dan vrees ik dat die fietser dat hem net niet wordt. En hier komt nog een loper aan. En dat is een moeilijk inschatten. Gaat hij dat redden? Die redt dat wel, maar die erachter komt. Gaat hij dat redden?
Wordt goed vertrouwd dat de man in de rij de laatste zal zijn. Ik denk dat dit Henk Klaus is, volgens mij. Is dat welk horsnummer zien we? 611. Dat is Jan Boelman. Jan Boelman gaat hier hulp finissen. Net voor de eindtijd. Geef hem een dame met applaus, mensen hier. Jantje Boelman! En dan zijn we benieuwd of die man in het oranje. We gaan speuren, we gaan zoeken wat zijn nummertje is. Of hij hier nog net op tijd binnen gaat komen. 1 minuut en 10 seconden. Dat wordt netjes, dat wordt netjes. Ik ga kijken, ik ga roeren. Ik zie wel de doedelzak. De doedelzakken, daarachter komt die man in het oranje. Die gaan we natuurlijk aanmoedigen. Dat is de man van de rode lantaarn. Dat is de man binnen de 6 uur. We gaan opstaan, we gaan opstaan van de terrassen. We gaan de handen uit de broekzakken halen. En we gaan er even helemaal los. Nog 1 keer. Ja, daar komt die man. 3, ja. De Sixman. 1099. We gaan nu naar 5 uur 59 minuten en daar is die 6 uur. Volgens mij is het Pompies, zet ik dat goed? Pompies,